a young girl, my daddy told me a lesson he learned. It was a long time ago. If you want to have someone to hold on to, you're gonna have to learn to let go. You gotta sing like you don't need the money. Love like you never get hurt. You gotta dance like nobody's watching. It's gotta come from the heart if you want it to work. That I keep forgetting when everything is falling apart. Life, there's enough, and I need to remember there's such a thing as trying too hard. You gotta sing like you don't need the money. Love like you never get hurt. You gotta dance like nobody's watching. It's gotta come from the heart if you want it to work. Afschuwelijk nummer in het origineel. Het is van Katie. Nou, dat gaan we niet zeggen. Gaan we niet zeggen. Gaan we niet zeggen. Maar het heet Come From That. Zoek het maar op YouTube. Het is een heel erg simpel en slecht gezongen country ding. En iemand wilde dat. Die tekst is zo mooi. En iemand wilde dat op zijn huwelijksinzegeling hebben. En dat wilde spelen. En ik zocht het op YouTube. En ik zei tegen haar: my god, moeten we dit echt spelen? Ik vind het echt als ik er even een slinger aangeven, een ander arrangementje. De Rabobank Cultuurprijs. Ja, dat was natuurlijk leuk. Dat is rugwind. En daardoor hebben we veel media-aandacht gekregen. En we hebben weer een nieuwe cd op kunnen nemen. Want er kwam natuurlijk een geld van, wat heel leuk is. Wat overigens eigenlijk een beetje verdween in onze oude cd. Maar we hebben een nieuwe cd opgenomen. En we hebben veel, nou ja, met name die media-aandacht die is heel erg belangrijk geweest. Dus we kunnen concerten organiseren en we kunnen door met het proces. Er verschenen wel lachen op de gezichten van iedereen of zo. Dat, ja, hey, wat leuk. Het werkt toch. Je bleef dat met z'n allen. Ja. En dan, je wordt toch gehuldigd. Ja. Weet je, dat is toch gaaf. Als groep. Ja. Dat gaf voor mij meer een groeps... Hé, hey, even die groep als geheel... En Helen had ook een briljante mindset, want ze had namelijk al tegen ons geroepen, 29 mei, heb ik het goed? Nee, in januari was het 29 mei. Ja. 29 mei, zet die maar in jullie agenda, want dan gaan we die prijs in ontvangst nemen. Ja, er waren, weet ik veel... 15... Ja, maar daarvoor waren er nog veel meer gegaan. Nou, toen waren er nog 15. Ja. Maar inderdaad, tot onze grote verbazing zaten we in die zaal en we werden steeds maar niet opgeroepen. Maar dat bleek dus te zijn omdat we... En in onze... hokje muziek de prijs gewonnen hadden en de hoofdprijs gewonnen hadden. Dus dat was wel leuk dat we aan het eind toch fijn op de bühne zaten. Het plan is eigenlijk gerezen om dat dichtersproject te doen, omdat we van meet af aan muziek uit allerlei windstreken spelen. Dus dat wil zeggen Franse muziek, Fado muziek, Spaanse muziek. En nu, het leek ons zo mooi, want we componeren zelf ook muziek om... teksten van dichters te gebruiken en daar zelf muziek op te zetten. Dat is eigenlijk een nieuw idee. Het is niet wat we altijd hebben gedaan. Het is een Hongaars gedicht. Het moet wel een Hongaars gedicht zijn in de zin dat iemand... dat wij, zeg maar, virtueel... wij zitten hier, we zijn in Nederland, we schrijven muziek. Maar zij vertellen iets over de verbinding met hun land, met hun grond. En wij verdiepen ons dan in Hongaarse muziek.
Wat niet wil zeggen dat we heel plat Hongaars, want dat kunnen we natuurlijk helemaal niet, weet je, dat kan niemand. Maar het is, dat beïnvloedt ons wel en daardoor krijg je een soort culturele bekruistuiving. Zoiets is de. En dat doen we dus naar Hongarije, naar Roemenië, naar Letland, Estland, weet je, whatever. Die zijn ook echt binnengekomen, die gedichten. Dus we hebben er al 4 of 5 binnen, Roemeens gedicht en IJslands gedicht. IJsland sowieso. En we willen natuurlijk dat ze zo bekend mogelijk zijn. Dat gewoon commercieel gezien is dat voor hun interessant en voor ons interessant, weet je. Zo'n project. We hebben nu muziek gemaakt op een Iers gedicht. En daar hebben we wel een soort vorm in gevonden. Die zat ook in dat gedicht duidelijk. Maar het is ook zo dat als een gedicht een hele rare vorm heeft, los van eigenlijk een liedvorm, is dat erg uitdagend om dat op muziek te zetten. Ja, want je bent natuurlijk gewend om een liedje te schrijven. Weet je, en een liedje in een intro, couplet, refrein, dat zit zo in ons westers gevoel. Maar als je een gedicht voor je neus krijgt, dat bepaalt eigenlijk al de vorm van je liedje. En dan wordt het eerder een soort symfonisch gedichtje, weet je wel, op muziek, dan dat het per definitie een liedje wordt. Je moet heel erg uit je eigen kader stappen en dat maakt het voor ons weer heel erg leerzaam. While he tended his book learning, I watched him dig and grow strong. Soon he could plane and polish a song. He breathed deep and learned rhythm, rowing currachs in the Karna sun. He was a singer and the son of singers. I let him play and led him to the well. When his wild days were over, I saw him drink with a bog thirst, 1,000 songs. Oh, he was fine, my young king of the sky. London, Newport, Philadelphia, New York. The path was laid out. All he had to do was sing. His face became the perfect mask for spirits older than a priest's blessing to speak through when he sang. No other woman had a chance. In return, I put the burn of a turf fire, the swish of a girl's bright skirt, the ring of a horseshoe on stone in his voice. In return, I was the woman with red hair, watching his black eyes quench when the last note snagged in his throat.